Welkom bij de derde lezing in de serie Universele Symboliek, Taal van de Ziel. Met vanavond het onderwerp helden, dwergen, reuzen, slangen en draken. Een hele mond vol en ik moet ook zeggen dat ik aanvankelijk het idee had om een lezing over de symboliek van de slang te gaan houden. Maar tijdens de voorbereiding van het seizoen, wat we altijd met een heel team doen, team van sprekers, kwam meteen de reactie van, joh, neem er ook draken bij. En dwergen en reuzen en helden zijn eigenlijk ook wel heel interessant. En zodoende dus dat we tot deze rijke titel zijn gekomen. De voorbereiding was ook een heel avontuur, omdat die termen bij elkaar een heel veld van leringen bestrijken, waar ze allemaal symbool voor staan. En wat ik vanavond zal proberen is om daar wat structuur in te brengen en aan de hand van een paar sleutels, een paar algemene principes, wat helderheid te geven in de achtergrond van die symboliek, hoe je hem kan interpreteren en ook wat het nou praktisch voor ons betekent. Maar eerst kort even nog wat herhaling van vorige twee avonden over de serietitel Universele Symboliek, de taal van de ziel. Waarom universeel en waarom de taal van de ziel? En dan sla ik even de dagelijkse symboliek over, zoals wegbewijzering. Maar ik beperk me even specifiek tot die symboliek die je overal en in alle tijden terug kan vinden in de verschillende religieuze en filosofische tradities en beschavingen. En het feit dat je overal ter wereld dezelfde symboliek terug kan vinden, toont eigenlijk meteen al de universaliteit ervan aan. En ik wil eigenlijk meteen met een voorbeeld daarvan beginnen. Een voorbeeld van de symboliek van de slang, een selectie ervan. En ik zal er wat snel doorheen gaan, omdat ik er later op terugkom, maar het is nu eventjes voor een indruk. Te beginnen met Griekenland, bij Athene, de godin van de wijsheid, die vergezeld gaat met een slang, en die zie je links bij haar voeten. Daarnaast Hermes of Mercurius, de boodschapper van de goden, met zijn staf de Caduceus, die ook twee slangen heeft. En waar ook de staf van Asclepius van is afgeleid, de god van de geneeskunde, de Esculaap. En die is nu ook het universele symbool voor bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie. In India worden wijze Naga's genoemd, dat ook letterlijk slangen betekent. De Sumeriërs in Mesopotamië die gebruikten het symbool van die dubbele slang, die we ook bij Hermes zagen, om goddelijk bewustzijn uit te beelden. En als afspiegeling van die goddelijke kwaliteit op aarde hadden de farao's, de koning ingewijden, die hadden een slang op hun kroon of hoofddeksel. Verspreid in Europa kom je ook megalithische monumenten tegen van de Keltische cultuur, waar ook slangen op te vinden zijn, zoals in Newgrange in Ierland. De middelste foto is Schotland, daar staat een monument dat heet de Serpent Stone, bovenin is een slang te zien. En in Spanje ook afgelopen zomer is door de droogte een monument bovengekomen dat normaliter onder water ligt. Dat wordt ook wel de Spaanse Stonehenge genoemd. En ook daar zijn in stenen slangen gegraveerd gevonden. Dan de Scandinavische Edda's. Daar heb je de Midgaardslang midden in het linkerplaatje. Midden van de levensboom waar die omheen is en in zijn eigen staart bijt. En onderin die levensboom en ook dat andere plaatje zie je de draak Nidhogg, of Nidhugg, hoor ik net van de specialist naast me, die aan de wortels van de levensboom knaagt. En draken en slangen kan je trouwens synoniem met elkaar zien. Draken zie je vaker in het oosten terug. En daarvan hebben we het volgende voorbeeld in China, de draak van de wijsheid. En rechts op de foto is een hindoe-tempel in Jakarta waar je drie draken afziet dalen. En die symboliek die komen ook helemaal aan de andere kant van de wereld tegen in beide Amerika's. Zoals in Mexico, de beroemde piramide van de gevederde slang Kukulkan of Quetzalcoatl, een andere naam ervoor. Die afdaalt uit hogere bewustzijnsgebieden en dat is dus ontzettend vergelijkbaar met die draken in Jakarta. En die slang die zie je misschien, dat is de zon met schaduwwerking twee keer per jaar met de lente en de herfstequinox, dan staat de zon precies zo op die piramide dat je dus die slang ziet verschijnen die dan afdaalt. Het rechterplaatje in Noord-Amerika bij Ohio, daar kan je de overblijfselen zien van de Serpent Mount
van de Indianen, de oorspronkelijke inheemse bewoners. En daar zie je een slang met een ei in zijn bek. Dat ei dat zie je rechtsboven in de foto. En ook dat symbool kom je dus weer tegen bij zowel de oude Grieken als in India. Straks meer over deze voorbeelden. Voor nu even een selectie om aan te tonen dat je dus onmogelijk eromheen kan dat we met universele symboliek te maken hebben. En de vraag dan is natuurlijk hoe het kan dat je diezelfde symboliek overal ter wereld op al die verschillende plekken tegenkomt. Dat is natuurlijk niet toevallig, maar vanwege het feit dat aan al die uitingen één en dezelfde bron ten grondslag ligt. En dat is de universele wijsheid van de Theosophia, goddelijke wijsheid die periodiek de wereld in wordt gebracht door boodschappers, door de voorlopers van de mensheid. Ingewijden of adepten die al meer van die universele wijsheid in zichzelf ontwikkeld hebben. En de taak op zich hebben genomen om de mensheid te helpen door die wijsheid kenbaar te maken. De moeilijkheid alleen waar die boodschappers voor staan, is hoe ze die goddelijke wijsheid kunnen overdragen met behulp van menselijke taal, die per definitie te beperkt is, om die bovenmenselijke kennis te beschrijven. En dat is simpelweg omdat het ons dagelijks uitdrukkingsvermogen overstijgt. En ik hoorde een keer een voorbeeld van iemand, om een beetje idee van de moeilijkheid aan te geven, is: stel je voor dat je een schilderij wil beschrijven aan iemand, de kleur ervan, terwijl je alleen maar in termen van geur kan praten. Maar toch is het niet onmogelijk. En dan komen we bij de tweede vraag: waarom de taal van de ziel? En dat is, zoals Flip in de eerste lezing heeft uitgelegd, omdat onze ziel meer omvat dan ons dagelijks bewustzijn. We zijn meer dan wat we dagelijks tot uitdrukking brengen. En dat meer, dat zou je het universele deel van onze ziel kunnen noemen. Ons innerlijk vermogen om rechtstreeks die diepere betekenis van iets te doorgronden. Om de samenhang, de oorzakelijkheid van alles te zien. En daarmee een soort direct totaalbeeld van de werkelijkheid te hebben. En het is dat innerlijk begripsvermogen van onze ziel, ook wel intuïtie genoemd, waar die symboliek dus een beroep op doet. En waarmee we in staat zijn om die universele wijsheid te begrijpen. Daarmee heeft symboliek ook meteen een functie van versluiering. Versluiering namelijk voor diegenen die zo op uiterlijkheden en op zichzelf en op eigen belang gericht zijn, dat ze niet bij dat hogere deel in hunzelf kunnen en dus ook niet in staat zijn die betekenis te pakken te krijgen. En dat zorgt meteen ook voor een stukje natuurlijke bescherming tegen misbruik van die kennis voor zelfzuchtige doeleinden. En dan kom je bij het begrip mysteriescholen. Daar heeft Flip het ook over gehad in de eerste lezing. Die spirituele centra, gesticht door de wereldleraren op het moment dat de mens zo materieel gericht en zelfzuchtig werd, dat de noodzaak ontstond om die universele kennis dus te versluieren. En het zijn dus die mysteriescholen, al die spirituele brandpunten op aarde, van waaruit die symboliek naar buiten is gekomen, weliswaar gekleurd door de cultuur van een bepaalde tijd en plaats, maar allemaal met dezelfde achterliggende betekenis. Vorige week stond met de cirkel, de driehoek en het kruis abstracte symboliek centraal. Vanavond gaat het over symboliek van levende wezens, maar ook nu geldt, net als vorige week, dat het over ons gaat, ofwel om natuurkrachten waar wij onderdeel van zijn, of krachten in onszelf, delen of eigenschappen van ons eigen samengestelde natuur. Zoals ik al zei, bestrijken de vijf begrippen helden, dwergen, reuzen, slangen en draken een gigantisch veld van theosofische leringen bij elkaar. Als je de geheime leer van mevrouw Blavatsky openslaat erop, dan kom je echt in een oceaan van religieuze en mythische verhalen terecht, waar je met gemak kopje onder kan gaan. Soms haalt ze op één pagina meerdere tradities aan en dan springt ze met gemak van de Bijbel naar de Edda's, via de Mesopotamiërs weer naar het Hindoeïsme of de pre-Inca-periode. Maar een van de opdrachten die ze ook had, was om juist al die overeenkomsten, al die verspreide fragmenten als puzzelstukjes samen te brengen en aan te tonen dat ze één groot, consistent geheel vormen waar dezelfde bron aan ten grondslag ligt. Om door de boom het bos te kunnen blijven zien, wil ik daarom eerst met een paar algemene principes, een paar universele sleutels beginnen, die van toepassing zijn op de symboliek.
En de eerste sleutel is om het niet intellectueel te willen pinpointen of vastpinnen. Zoals gezegd, overstijgt de taal van de ziel het dagelijks bewustzijn en daarmee ook ons intellectueel vermogen dat maar al te graag dingen wil ordenen, wil afbakenen, een exacte betekenis aan iets toewijzen, zo van dit is het wel, dat is het niet. En als er één manier is om er helemaal af te raken wanneer je de symboliek in de geheime leer bestudeert, is het wel door het puur intellectueel te benaderen. Vandaar ook dat het boek De Geheime Leer heet, simpelweg omdat je met alleen je intellectuele bril volledig vastloopt. Dan kristalliseren begrippen, waardoor je in het beste geval de diepere betekenis mist en in het slechtste geval helemaal de draad kwijtraakt, omdat plotseling allemaal zaken schijnbaar in tegenspraak met elkaar zijn. Ik heb daarom ook 7x7 erachter gezet. En dat is omdat mevrouw Blavatsky ergens zegt dat ieder symbool 7 sleutels heeft die je 7 keer kan omdraaien. Dus 49 betekenissen in totaal. En dat zeg ik niet om te ontmoedigen, maar toch als waarschuwing om die openheid van dat denken te houden bij die symboliek. De tweede sleutel, en eigenlijk meteen een voorbeeld hiervan, is dat je goed in de gaten moet houden op welk niveau van bewustzijn die symboliek van toepassing is. Vorige week heeft Lalibel laten zien dat het kruis een symbool is dat zowel kosmisch als op de individuele mens toegepast kan worden. En voor reuzen, slangen en draken geldt dat precies zo. En grofweg heb je 3 niveaus, die ik vanavond ook zo zal bespreken, waarop die symboliek van toepassing kan zijn. Eerst het kosmisch niveau, dan het niveau van de planeet of van de gehele mensheid en vervolgens ook het niveau van de individuele mens. Dus het is steeds zaak goed in de gaten te houden waar die symboliek dan op welk niveau die van toepassing is. Een klein voorbeeld uit de Griekse mythologie van Zeus. Je hebt bijvoorbeeld de kosmische Zeus als geestelijke bron van het universum, als hiërarch van alle goden. Maar ook een Zeus die symbool staat voor de mensheid in een bepaalde ontwikkelingsfase. En je hebt ook Zeus als heethoofd, als die met Prometheus aan het ruzie is. Daar komen we ook later op terug. En dan staat die symbool voor de lagere natuur in de mens. Kortom, context is essentieel. En dat is nou precies een van die sluiers van symboliek die een beroep doet op dat innerlijke begripsvermogen van ons. Die context is ook van belang voor de volgende sleutel. En dat is dat de symboliek van vanavond duaal is. Dat is nieuw ten opzichte van de abstracte symboliek van vorige week. En dat is omdat er 2 aspecten, 2 polen kan je zeggen, zitten aan levende wezens. Namelijk een bewustzijns- en een materiekant. Een hoger en een lager aspect. Oftewel een zogenaamd goede en slechte kant. Je komt in mythe namelijk reuzen tegen die ons goedgezind zijn. Maar ook reuzen die ons tegenwerken. Dwergen die behulpzaam zijn, maar ook dwergen die juist schadelijk zijn. En slangen en draken die ons verleiden tot immoreel gedrag, maar ook slangen en draken die ons juist inspireren tot geestelijke ontwikkeling. Zoals je bijvoorbeeld in de Bijbel de slang enerzijds als verleider tot het kwaad tegenkomt en anderzijds Jezus ergens in de Bijbel zegt, wees wijs als slangen. En een laatste clue voor vanavond, wanneer het over reuzen en dwergen gaat, is dat die symboliek vanuit ons perspectief is. Dus vanuit onze huidige fase van ontwikkeling. En dat geldt zowel voor fysieke afmeting als voor bewustzijnsontwikkeling. Dus als het over reuzen en dwergen gaat, dan kan het enerzijds betrekking hebben op letterlijk fysieke afmeting, groter en kleiner dan ons. En anderzijds dus op bewustzijnskwaliteit. Dus wezens die wat betreft bewustzijnsontwikkeling verder op ons vooruit zijn. Of juist minder ver en dus op ons achterlopen. En om het compleet te maken, kan het ook om een combinatie gaan, en dat zullen we straks ook zien. Dus reuzen die weliswaar fysiek groter zijn dan ons, maar qua bewustzijnsontwikkeling op ons in de mentaliteit achterlopen. Oké, dan starten we met de eerste van de 5, de held, om zo dicht mogelijk bij onszelf te beginnen. Want wie is die held? Dat zijn wij namelijk zelf. De menselijke ziel die ontwaakt tijdens zijn hele evolutionaire reis, zijn evolutionaire ontwikkeling. Maar je begrijpt, niet ieder mens is die heldenstaat aan toe te kennen. En dat klopt, want daarvoor moeten we aan bepaalde eisen voldoen. Eigenschappen of kwaliteiten die soms subtiel zijn misschien, maar wel fundamenteel
het verschil uitmaken tussen de gemiddelde mens en de held. En vergeet bij helden dan ook even dat beeld van de heldhaftige held uit films. Want die kwaliteiten, dat gaat om innerlijke kwaliteiten en die hoeven aan de buitenkant niet per se zichtbaar te zijn. Waar de held zich onderscheidt van de gemiddelde mens heeft alles te maken met een keuze. Namelijk een keuze om zelfbewust en daarmee versneld dat pad van innerlijke ontwikkeling te gaan. Ten dienste van de mensheid, dus met het motief om een helpende kracht in de wereld te kunnen zijn. Dat is een keuze die niet van de een op de andere dag wordt gemaakt, maar waar een heel innerlijk proces aan vooraf gaat. En in dat proces kan je een aantal belangrijke fasen onderscheiden. En de eerste waar alles mee begint is visie. Het verschil, zegt een van de theosofische leraren, tussen de gemiddelde mens en de leerling op het pad, dus de held, is het verschil in geestelijke, intellectuele en psychische kijk op het leven. Namelijk het doorzien van de illusie van afgescheidenheid en het besef dat je fundamenteel deel bent van het geheel. Dat het leven allemaal dezelfde geestelijke grondslag heeft. Maar visie alleen is natuurlijk niet genoeg, daar begint het mee. Maar over de tijd groeit die visie en verschuift je gerichtheid van op jezelf steeds meer naar die wereld om je heen. Totdat er op een gegeven moment dat je je zo met die totaliteit vereenzelvigt, dat er zo'n helder beeld is en zo'n overtuiging dat je onlosmakelijk deel bent van dat geheel, dat er een moment van keuze komt. Namelijk het besluit om je voor die mensheid in te gaan zetten. Om jezelf in dienst te stellen voor het welzijn en de vooruitgang van het geheel. En als dat besluit oprecht is en echt met innerlijke overtuiging genomen, dan volgt daar automatisch ook een wijze van handelen uit. En daarmee komen we bij de laatste stap, het toepassen, het in de praktijk brengen van je voorgenomen besluit. En dat is het moment waar al die heldenverhalen beginnen. Dat is het moment dat de uitdagingen en de beproevingen op je pad komen, waarmee dus de held getest wordt op zijn wilskracht en op zijn toewijding aan dat besluit. En dan begint het gevecht dat je bijvoorbeeld in de Bhagavad Gita ziet bij de held Arjuna, die met zijn boog klaar staat op het strijdveld tegenover een heel leger, klaar om dat gevecht aan te gaan. Maar in dat leger ziet hij plotseling allemaal bekenden, allemaal vrienden en familieleden van hem. En die staan symbool voor zijn eigen zwakheden. Je zou kunnen zeggen zijn eigen karmische erfenis van oude gewoontepatronen, die hij te overwinnen heeft voordat hij verder kan. En daarom gaat die symboliek van de held en die strijd altijd om een innerlijke strijd. En vandaar dat het ook een pad is van zelfoverwinning. Zometeen meer hierover als we naar de reus en de dwergen gaan en de slang en de draken. Maar voor nu wil ik even nog voor de pauze dit schilderij laten zien van Reginald Machell. Hij was een leerling van mevrouw Blavatsky. En hij heeft in één voorstelling dat hele pad van de held van begin tot eind vast weten te leggen. Het zit bomvol met symboliek, maar ik zal er voor nu even een paar elementen uitlichten. Om te beginnen, de held, die centrale figuur in het midden, een beetje donker, die op een smal pad op weg is naar het licht, en dat is het licht van het spirituele hart van de zon, wat ook onze diepste essentie is. En dat wordt weergegeven door het hoofd van de figuur, wat je kan zien in die bovenste driehoek, de geestelijke driehoek bovenin. En dat staat voor de mens, die figuur staat voor de mens wanneer hij volledig één geworden is met die volmaakte toestand. En onderaan zie je ook een driehoek met de punt naar beneden en dat is de tegenpool van die geestelijke driehoek, waarmee de materiële wereld wordt aangeduid en vanwaar dus die held vertrokken is op weg naar het licht. En als we dan even inzoomen op dat onderste detail, dan zie je in het midden, en het is wat lastig te zien, maar dan zie je een kind dat licht straalt met figuren eromheen. En dat kind dat stelt hier de beginnende held voor, dus de mens aan het begin van het pad, die zojuist dat innerlijke besluit heeft genomen om een helpende kracht in de wereld te worden en daarmee dat pad te gaan. En van de figuren om hem heen krijgt hij daarom een paar attributen aangereikt. En de eerste is een helm, symbool voor kennis en onderscheidingsvermogen, wat dus die visie is waar ik het over had. Vervolgens krijgt hij over die twee figuren links een speer aangereikt. En die speer die staat voor de spirituele wil.
En een zwaard tenslotte als symbool voor innerlijke kracht om niet ontmoedigd te raken op dat pad. En dat wordt ook wel het zwaard van loyaliteit genoemd. Namelijk loyaliteit aan je hoger zelf, van waar die innerlijke kracht komt. Na de pauze gaan we verder met wat die held allemaal tegenkomt op dat pad. En dan komen we dus bij de draken en de slangen uit. Maar voor nu eerst 3 minuten pauze waarin er gelegenheid is om vragen te stellen. En dan na de pauze dan, zijn we bij u terug. Tot zo.